Katendrecht denk ik wel aan het roemruchte verleden. Wel een beetje ondeugend. Prostitutie en drugs. Chinezen. Ja, het is altijd heel volks geweest. Eigenzinnig. Te koesteren. Vooral te koesteren. Voor mij is Katendrecht een ideale plek in de stad. Waar een hele nieuwe generatie Rotterdammers gaat opgroeien. Een levendige stad. Culinair, cultureel. Creativiteit. Het uitzicht, dat het vier nergens. Nou, als het aan mevrouw ligt, gaan we hier nooit meer weg. Dus ik, ja. We proberen met de ontwikkeling van de Phoenix in een heel roemruchte wijk op een 100 jaar oud gebouw 100 jaar nieuwe toekomst toe te voegen door woningen, winkels, horeca en cultuur een plekje te geven. Dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de oude loods in stand te laten. Hier springen dus straks studenten van de hogeschool Circus Arts omhoog en omlaag. Links het oude gedeelte van de loods met het kenmerkende schuine dak. Daarboven hangen we straks de drie zalen van Conny Jansen Dant. 85 meter is deze woning. Dat is toch schitterend dit. De Phoenix Food Factory, daar ben ik in 2013 voor het eerst geweest. Dat was ook het moment dat ik verliefd ben geworden eigenlijk op de plek Katerweg. Nou, het unieke van het concept was gewoon dat je zelf kon bepalen hoeveel woning je kocht. Je kon per lapje van 20 vierkante meter nemen. Wij wilden gewoon echt een lofgevoel hebben. Ik weet nog 2013, toen we hier interesse hadden, zei iedereen, je bent gek dat je naar Katerweg gaat. Ik denk dat iedereen met mij wil rijden, 100%. Dat heb het in 5 jaar tijd gebracht. Het leeft zoals vroeger. En s'avonds later is het echt waanzinnig. Als het donker is, alle lampjes gaan branden, dan kijk je als echt op de voorste rij van de skyline van Rotterdam. Cultuur op Katendrecht is divers. Ja, het Walhalla natuurlijk, Circus Rotje Knor. Circus is een deel van de cultuur. Culturele buren, zoals Conny Jansen Dans, waar we erg blij mee zijn. Walhalla en Kodars. Walhalla is denk ik een van de pioniers. Ja, Walhalla is een theater voor professionele kunstbeoefening. Wij zorgen ervoor dat het levendig is en dat er op die manier altijd wat te doen is. Maar ook de Kodarts Circusopleiding, dat is een heel internationale school met veel internationale mensen. En dat past bij Katendrecht. Kodarts is een hogeschool voor de kunsten. Hier is het circusgedeelte. Dus wij hebben dit mooie gebouw nu sinds dit jaar gekregen. De constructie is echt nog authentiek. Ook daar, dat zo, het einde van de balustrade dat afloopt in iets dat niet clean afgezaagd is, vind ik mooi, omdat het ook in het oud gebouw hetzelfde was, dat het een beetje rough was. Dit is zo'n beetje mijn trainingsruimte, dus dat is wel, ja, hier voel ik me wel thuis. Ja. Je ziet nu de Phoenix uit haar as oprijzen en uiteindelijk moet die zo hoog worden als de buurman. Dus die kranen zijn niet voor niks zo hoog. Die kranen zijn zo hoog omdat ze straks de bovenste verdieping ook nog moeten maken. Nu is er een plein, het Phoenixplein, wat eigenlijk de Wilhelminapier via de Rijnhavenbrug verbindt met Delyplein. Ondernemen en Katendrecht horen ontzettend bij elkaar. Katendrecht is een zeer ondernemend gebied geweest. En je kunt zien dat dat mensen aantrekt, dat dat ideeën aantrekt. Je moet heel helder zijn waar je voor staat. Je moet die eigenzinnigheid moet je hebben. Er komen heel veel mensen hierheen waardoor je ook makkelijker kan ondernemen. Eén groot avontuur en één grote rollercoaster. Een rollercoaster. Heel uitdagend. Zeker Phoenix 2 heel belangrijk geweest door de Food Factory. Omdat zij ervoor gezorgd hebben dat voornamelijk hun, maar wij natuurlijk ook als Delyplein, Katerdrecht internationaal bekend is geworden. Al het kleinschalige, ja, dat kenmerkt eigenlijk Katerdrecht op het moment nog. Ja, we zijn in de Phoenix Food Factory. Meer dan 5 jaar geleden zijn we dit gestart met 7 ondernemers. Nou ja, ik ben natuurlijk kaasmaker. 5,5 jaar geleden mijn winkeltje gestart. Het was eerst een klein hoekpandje en nu is het een uitgebreide winkel. En wij gaan nu over naar Phoenix 1. Alle 7 bedrijven die hier begonnen zijn, we hadden gewoon een idee. We hebben allemaal liefde voor eten, liefde voor drinken. En we wilden de mensen daarmee kennis laten maken.
oude loods door de nieuwe. Kijk naar buiten. Dat is toch prachtig? We hebben letterlijk tegen de bouwvakkers moeten zeggen van niet stukken. Toen zei hij, oh ja, jullie vinden dat mooi, hè? Ja, wij vinden dat mooi. Dus beneden is het echt schenken en de versmarkt, waar mensen boodschappen kunnen doen. En hier is het verblijfsruimte, zoals dat zo mooi heet. Tafeltjes, stoeltjes. Dus wat Heijmans goed gedaan heeft, is dat hij heeft geprobeerd om het cultuurcluster erin te krijgen. En dat is gelukt. En om kleine ondernemers ook een plek te geven. Katendrecht is gevormd door mensen, voor mensen. Het is afgegleden, weer opgebouwd. Het is gepokt, gemazeld. Maar het is ontzettend krachtig.